Dit is een hele brede combinatie. SP en D66 zijn samen de grote winnaars van de verkiezingen geweest. Twee partijen die natuurlijk in de oppositie zaten, dus het meest veranderingsgezind ook zijn. Met de VVD aan de ene kant, de SP aan de andere kant, heb je natuurlijk wel een heel brede coalitie. Een moeilijke coalitie. Het zullen hele stevige onderhandelingen worden, dat lijkt me duidelijk. De SP is de meest linkse partij van de stad, dus je krijgt ook een linksere coalitie met de SP. Roger van Boksel zijn het al bijvoorbeeld op het zorg, werk en wonen. Dat zijn moeilijke punten. Is daar afgelopen dagen al over gesproken? Van kunnen we hier uitkomen? Nou, de verkenners hebben goed gekeken naar die punten. Van ligt er nou de ruimte om stevige handreikingen te doen naar de SP? Om ook ervoor te zorgen dat de SP een heel duidelijk stempel op dat college kan drukken. Nou, die ruimte is er. En daar hebben ze naar gekeken, zeker. Gaan jullie eruit komen? Ik denk dat we eruit gaan komen, maar het worden stevige onderhandelingen, uitdagend. Dus laten we daar ook niet op vooruit lopen.